Goedemorgen. Ik sta bij het voormalige PDM-terrein. En oftewel hier zaten de elektromagnetische banden en videobanden, etc. En als het goed is, moet ik hier ergens doorheen kunnen. Of ze hebben het dicht gemaakt. Ik denk dat ze het allemaal dicht hebben gemaakt. Maar voorheen kon je hier... Oh, allemaal vogeltjes. Door de zijkant heen. Maar kijk. Oh, maar hier is wel iets nog. Het zou namelijk iets voor mij zijn om gewoon een gat in te vallen. Oh, hier. Kijk. Kijk. Een doorgang. Dus dan ga ik hier de dijk op. En dan kunnen we hier het terrein bekijken. En ik heb best wel wat leuke geschiedenisweetjes. Dus ik ga er een leuke voice-over doen. En dan Ik heet het dubbel. En dan zullen we eens even gaan kijken. Hier op het terrein. Want ook dit terrein heeft eigenlijk best wel een leuke geschiedenis. Het einde van de PDM in 1993. Er zijn alweer wat woningen gebouwd op het voormalige Philips terrein. Aan de Bredaseweg in Oosterhout. Tot het jaar 93 had Philips banden met de gemeente Oosterhout. De laatste jaren was dat de dochteronderneming PDM, Philips Dupont Magnetics, fabrikant van audio- en videocassettes. Omdat er zo veel verlies werd geleden, ontvingen de 235 werknemers in 1993 hun ontslag. Toch kende PDM andere tijden. In 1988 scoorde hun PDM wielerploeg successen in de Tour de France. Hoe het begon. De gemeente Oosterhout was al voor de Tweede Wereldoorlog zeer succesvol in het aantrekken van nieuwe industrie. Echter had Philips in 1938 bedankt bij de gemeente Oosterhout om zich daar te vestigen. De Eindhovense gloeilampenfabriek had geen belangstelling. Op door de gemeente aangelegde industrieterreinen aan het Wilhelmina kanaal verrezen naar de Tweede Wereldoorlog een tal van fabrieken. De golfkarton en de kartonagefabriek van der A. De betonfabriek van Vught. Rijpaards conservenfabriek. Staalconstructiebedrijf Stalarco. De Telfab en Wijnandse Jansen, textielfabrieken en de zeemledenfabriek, ofwel het Zimke. Als laatste in de rij koper sloot familie Philips aan toen de fabriekscomplexen van Struik werden verkocht. De Philips-vestiging Volt opende in 1951 haar fabriek in Oosterhout. Een oude fineerfabriek, die was gedeeltelijk gevestigd in een oude bierbrouwerij. Na het gereedkomen van de nodige nieuwbouw werd in 1955 het gedeelte waarin in 1951 het werd gestart omgebouwd tot kantine. Het atelier groeide uit tot een flink bedrijf met een topbezetting van 855 personen. Gefabriceerd werden onder andere spoelen voor radio en televisie. In de loop van 1967 werd de productie overgebracht naar Tilburg. Het archief van Volt Oosterhout wordt gedeeltelijk bewaard in het regionaal archief Tilburg. Daar komt deze tekst ook vandaan. Maar wat ik me dan afvraag, hè, want dit is eigenlijk een hele rechte, ja, mooie laan eigenlijk. Ik heb het gevoel dat er heel vroeger, toen hier de Bredaseweg nog niet lag en het kanaal waarschijnlijk ook nog niet lag, want dat is veel later gegraven, zoals je net hoorde in de voice-over, dat dit een soort weg, want het is zo mooi aangelegd. Ja, daar stopt het natuurlijk, maar het heeft wel een functie gehad en nog steeds, want er worden volop honden uitgelaten. En wat ik heel erg mooi vind, is dit. Ja, als je hier niet komt, dan kom je hier eigenlijk ook niet. Maar dit is zo'n mooi stukje. Goed oppassen dat ik hier niet val, want er zitten allemaal kuilen. En dat vond ik bij het Wilhelmina kanaal Noord, bij de Bestert ook. Daar heb ik zelf gewoond. Heel erg leuk, want daar zaten wij dus altijd met mooi weer zo aan het kanaal. Met een stoeltje en een drankje en muziekje. Kijk, ja, dit is gewoon super gaaf. Dus je loopt eigenlijk de wijk uit en dan sta je gewoon hier. En je kunt hier gewoon onderdoor, onder de brug door. En kom je de andere kant van de wijk weer uit. Dat vind ik een heel mooi stuk. Eigenlijk best wel een vergeten stuk. Ja, dat zal nu niet meer zijn, want als die vol wordt gebouwd, dan zal het hier een stuk drukker worden. Maar ja, ik laat je nog een bovenaanzicht zien. Wat ik heel erg grappig vind, is, ja, je moet het weten, maar dit is de Molenstraat, dus vanaf de Bredaseweg ga je hier zo in. Maar dit is ook nog Molenstraat. En het is hier muis en muisstil. Ik hoor alleen de kerkklokken. Maar meer hoor je hier eigenlijk ook niet. Ja, ik ben benieuwd wat dit gaat worden, dit groenstrook. Of ja, waar is het eigenlijk? Ja, het is meer braakliggend terrein. Maar ja, ik ben bang dat straks hier gewoon de weg doorloopt. Want, ja, ze moeten aan twee kanten eruit kunnen. Dus daar weet ik eigenlijk wel zeker dat dit doorloopt. Dan zal het iets minder rustig zijn met een wijk erbij. Maar ik moet wel zeggen dat het erg mooi is. En ik moet zeggen, tot volgende week. Volgende week ben ik weer terug natuurlijk. En ik ga nu genieten van het prachtige weer. Nadat ik deze vlog in elkaar heb gezet, gemonteerd of geflanst.